Hallo en welkom bij het Café Theaterfestival 2011. Het festival in Utrecht waarbij 21 kroegen worden omgetoverd in een podium. Een podium voor theater, voor cabaret, voor muziek, maar ook zeker voor dans. En bij dat dans vraag ik me af, hoe zit dat nou in de kroeg? Hoe is het gesteld met het dansen in de Utrechtse kroegen? Ik zit hier met Club Lafka en Teddy Shouldn't Smoke van de voorstelling Loner die we net gezien hebben in de Stairway to Heaven. Jullie zijn met z'n tweeën? Ja, ik ben al heel lang bezig met Jim Morrison, al vanaf 2008. En dit is een tussenpresentatie van het onderzoek. En vanaf mei gaan we hem doorontwikkelen tot een avondvullende voorstelling. We spelen natuurlijk in een kroeg. Heb je nou echt iets anders kunnen doen, iets extra's kunnen toevoegen aan die voorstelling wat je normaal niet hebt? Ja, je past het natuurlijk wel aan dat je altijd het rekening met het publiek. Nu kan je er doorheen rennen, kan je ze wegduwen en iedereen praat er doorheen. Dus dan moet je alles wel veel groter maken, wil het ook echt opvallen en impact hebben. Ik heb dingen tegen vrouwen gezegd net, dat ik denk als ik dat in de schouder had gedaan, dan waren waarschijnlijk al die tantes een beetje verontwaardigd geweest. Maar hier zijn mensen, ja, het is wel prima, weet je wel. Als ik het dus goed begrijp van deze voorstelling, heb ik moeten leren dat ik mijn grenzen vooral los moet laten. Ik moet mezelf een beetje bevrijden tijdens het dansen, er weinig dingen denken en dan komt de extase vanzelf. Komt het orgasme vanzelf. Er komt het orgasme vanzelf. We hebben zojuist in de Hofman de voorstelling gezien van Define en anderen. En die heette Alice Island. En het ging voornamelijk over de worsteling tussen het in bed blijven liggen en het opstaan. Wat ik me dan afvraag is hoe je vannacht geslapen hebt. Oh, ik had wel rare dromen, inderdaad. En nu, heb je nu nog dromen, zeg maar, die... Nou, eigenlijk dit project heeft al een heleboel opgelost. Want je wilde graag een keer dansen in de kroeg? Nee. Wordt wel leuk. Ik vond het wel leuk. Met wie heb je eigenlijk de meeste affiniteit? Met de focus? Want er zaten drie alter ego's in je stuk. Focus, luiheid en tijd. Ja. Met wie heb je nou de meeste affiniteit? Waar voel je het lekkerste bij? Met tijd? Nou, meer dat ik vooral tijd irritant vind. Van tijd maak ik me het meeste druk. Van tijd maak je het meeste druk? Ja. Dus je bent niet heel lui? Nee. Je bent nooit dat je zorgt, ik blijf nog even lekker in bed liggen? Ja, tuurlijk wel. Als er een mooie man naast ligt. Als er een mooie man naast ligt, blijft Alice nog even lekker in het bedje liggen. Sophia Maria, alweer het tweede jaar dat je op het CDF staat. Je maakte het hele publiek aan het dansen. Ze bewogen allemaal. Maar hoop je dan dat het goed gaat? Of... Ja, dat was vanmiddag heb ik even snel een doorloopje gehad hier. En toen keken de mensen ook echt van, je gaat dit niet menen. Ik zit net in mijn broodje kaas. Dus ik was echt bloednerveus, want ik was echt bang dat niemand het zou doen. Maar ja, zoals je zag, handjes in de lucht. En voor vanavond? Zeg maar, je zei op het einde, ik hoop dat de mensen klappen. Ben je zelf ook nog stiekem een beetje onzeker? Of zit dat juist echt in de voorstelling? Nee, ik ben daar echt wel onzeker over als mens. Want ik doe best vage dingen en het is toch theater in een café, bovenop de mensen. Sommigen verwachten het niet en dan ook als ze het verwachten is het danstheater met tekst op toon. En dan kom ik heel dichtbij, dus dan hoop ik maar dat ze het mooi vinden. En hoe vond je dat het publiek reageerde? Ja, echt supergoed. Echt, handjes in de lucht en mensen moeten me dan verplaatsen naar het einde van het café.
En mensen ja, waren echt heel daadkrachtig. Echt van bam, bam, bam. En binnen een minuut stond ik aan de andere kant. Dus dat was, wel, ja, was wel lachen. Nou heb ik jou net iedereen een beetje zeg maar, dansmoves zien leren. En ik heb mezelf een beetje meegedaan. Maar ik ben de avond een beetje begonnen met, ik weet niet zo goed hoe ik moet dansen in de kroeg. Weet je, ik weet mezelf ook niet zo'n houding te geven als er heel veel aandacht op mezelf is. Zou jij mij een paar dingen kunnen leren? Je hebt je biertje, het liefst een leeg glas, zoals het gaat klotsen. En dan doe je bijvoorbeeld dit. En weer terug. En dan denk je, dan hoor je bam, 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 Dat was hem dan alweer, de allereerste dag van het Café Theater Festival 2011. Het was een vrijdag vol met dans. Maar morgen hebben we meer. We hebben natuurlijk ook nog cabaret, toneel. Dat zie je op de zaterdag en de zondag. En daar kan jij ook bij zijn. Wil je weten wat er te doen is? Ga dan naar www.cafetheaterfestival.nl. En wellicht zie ik je dan zaterdag of zondag lekker in de kroeg. En dan pakken we een biertje.